Donderdagmiddag 22 augustus presenteerde Maastricht-Aken Airport de resultaten van de onderzoeken die de luchthaven liet uitvoeren voor de Milieueffectrapportage, de MER. De MER maakt de milieueffecten inzichtelijk van het aan te vragen luchthavenbesluit. Dinsdagavond 27 augustus presenteert Maastricht-Aken Airport de resultaten aan omwonenden. En belanghebbenden tijdens een informatieavond op de luchthaven en lichten de onderzoekers de onderzoeken en de resultaten toe. Helaas is aanmelden voor deze bijeenkomst gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van Maastrichtakenairport.nl. De Heilige Rosa van Lima is de stadspatrones van Sittard. Elk jaar wordt in het laatste weekend van augustus in Sittard. Het Sint Rosa festival gevierd met een kermis, circus, culturele evenementen en traditioneel op de laatste zondag van augustus de Sint Rosa processie. Op de laatste zondag van de maand augustus trekt al sinds 1675 jaarlijks een processie naar de Sint Rosa kapel op de Kolleberg. Dit jaar kreeg de processie naar de Sint-Rosa-kapel. Niet alleen was dit het eerste optreden van monseigneur van den Hout in Limburg als nieuwe bischop van Roermond, er waren ook speciale gasten uit Spanje, twee verre familieleden van de heilige Rosa. Tevens heeft Sittard een nieuwe reliek ontvangen van de stadspatrones. Het Steinerbos wordt steeds populairder, stelt directeur Mark Bossers. De potentie van het bos- en recreatiepark blijkt met name bij goed weer. Dankzij de zonnige maanden juli en augustus heeft het belevenispark een goede zomer. Mensen beginnen te ontdekken dat het een pareltje is in de westelijke mijnstreek. Dan heb ik het over toeristen vanuit Nederland, maar ook over Belgen en Duitsers, die hier vlak over de grens wonen, verklaart directeur Bossers. De stijging. ...in de bezoekersaantallen van het Steinerbos. Volgens hem speelt ook het weer een sleutelrol. Bij veel regenval lopen de bezoekersaantallen sterk terug. Het Geleense festival Mama's Pride... ...krijgt een binneneditie in poppodium Volt. Op zaterdag 16 november wordt het Sittardse poppodium... ...omgeturnd tot een festivallocatie. Ook krijgt Volt een grotere rol... In de programmering van Mama Sprite. De binneneditie van het Geleense festival, waar Volt sinds 2023 ook een eigen podium heeft, gaat Mama Sprite Inside heten. De organisatie heeft dezelfde ambities en wil de komende jaren het muzikale klimaat van Sittard Geleen verder verstevigen en meer op de kaart zetten. Bij die ambities hoort volgens hen ook een editie van Mama Sprite in het clubseizoen. Mama's Pride Inside begint op 16 november om 7 uur en vindt plaats in de grote zaal. Welke bands er die dag optreden houden ze nog even geheim, maar het zijn opkomende bands. Daarnaast is men nog in gesprek met DJ's en komt er ook een randprogrammering, zoals dat in het Burgemeester-Damenpark het geval is, en zal alles worden aangekleed om het festivalgevoel te vergroten. Voor 10 september zijn de kaarten gratis te reserveren. Kijk voor meer informatie op de website van Poppodium Vold. Zo wonen is begonnen met het renoveren van 65 woningen in Beek. De huurwoningen worden verduurzaamd en er wordt noodzakelijk onderhoud verricht. Onder meer de gevels worden geïsoleerd en de dak- en buitenkozijnen vervangen. Doel hiervan is om het energielabel van de woningen te verbeteren. Op die manier hoopt woningcorporatie zo wonen de energielasten voor de bewoners te kunnen verlagen. Daarnaast is het mogelijk voor bewoners om voor zonnepanelen te kiezen. Dat is niet verplicht, omdat bewoners hiervoor moeten betalen. Het gaat om woningen in de Mariestraat, Annestraat Gerbergastraat. Roosastraat, Lucia Straat en Klinkenberglaan. Enkel de huurwoningen in deze straten worden aangepakt door zo wonen. We bieden koopwoningen die bijvoorbeeld in een blok van vier tussen de woningen huurwoningen zitten. wel de mogelijkheid om mee te doen met bijvoorbeeld het dak. dus een woordvoerster van zo wonen. De renovaties van de woningen in Beek zijn net gestart. Het plan is om dit project af te ronden in de zomer van 2025. De wanden van de onderdoorgang Westelijke Randweg Lutterade krijgen in september een onderhoudsbeurt. Vanaf maandag 9 september tot en met zondag 6 oktober wordt daarom de weg voor verkeer afgesloten: tussen de verkeerslichten met de laan van Algarve. Tot en met de verkeerslichten met de Hellingstokstraat. De kruispunten blijven open voor verkeer. Het verkeer wordt met gele omleidingsborden omgeleid over de Henry-Hermanslaan. Maandag 7 oktober is de weg weer open voor het verkeer. De brug over de randweg naar station Lutterade blijft open voor fietsers en voetgangers. Vannacht ontstaat er noordoosten. Plaatselijk wat mist. Het blijft droog en het koelt af na rond 10 graden plaatselijk landinwaarts. Morgenochtend is het vrij zonnig en blijft het droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Morgenmiddag is er veel zon en is het droog met temperaturen tot 26 graden in het zuidoosten. Morgenavond is het vrij helder en droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Vooruitzichten voor woensdag: zonnig, droog en zomers warm. Het KNMI heeft geen waarschuwingen afgegeven voor de komende dagen. Dit waren weer de actualiteiten van BIOS, de streekomroep voor ons allemaal.